Ja, ik dacht dat we geen moed kunnen stellen. Ja. Ah, jong, kom op. Valt allemaal wat een beetje met. En misschien stel die vrouwen zich echt wel zo aan. Ja, dat zal toch wel zo weer. Ja. Loop me gewoon weg of valt vast van mij. Ja. Bij God voor verjonging en schoonheid. Precies. Ja, dat. Precies. Ja. Zo, meneer Ruimte. Hey, komt u maar verder heren hoor. Dit hier is de behandelkamer. Mooi naar dat is niet neven. Oh, twee tafels voor ons elk hier. Die willen we bij elkaar ook nog. Ja. He? Inderdaad, heren. Ja. Dat ziet u goed hoor. We hebben onze grootste salon namelijk zo ingericht dat we u gelijktijdig kunnen behandelen. Zo. En bovendien is dit een wens van jullie echtgenotes. Ja, dat had ik wel gedacht, want ze waren natuurlijk doorsbenodigd bij de naast tussen hoed kniepen. Ja. Maar zo komen we elkaar de hart een mooie vast al. Ja, zo is het. Maar, dat dacht ik. Maar ik vind het wel lief van ons, Wichter hoor. Ja. Ja, ja, ja. Het is voor ons ook wel net zo plezier, jongen. Dat moet bij elkaar blijven. Ja, het is wel zit, maar daar heb je gelijk aan. Zo is het. Goed, heren. Ja. Maar we hebben genoeg gekletst. Ja. Wij hebben met de dames de behandeling doorgenomen. Ja. En dus ik stel voor dat u zich ontdoet van uw kleding. Oh. U mag uw sokken en slipje aanhouden. Oh, dat wordt dan makkelijk. Ja, dat lukt dan wel, hè? Ja, kijkt u eens, daar staat voor ieder van u een stoel. Daar legt u uw kleding maar op. Ja. En dan neemt u maar plaats op een behandeltafel. Elk één en even op de buik gaan liggen als het kan. Ja? Mooi. Ja. Nou, ben maar toes klaar. Ja, is goed, hoor. Ja, vrouw, maar dat geeft niet ding, zeg maar, even zo tussen de bedrieven deur. Wij vinden hier eigenlijk helemaal niet hoe dit giet, hè. Er is ons helemaal niks verteld. Nee. Dus wij zijn eigenlijk wel akelig nieuwsgierig wat er zo'n beetje ongeveer plus minus giet gebeurt, zeg maar. Ja, maar wij weten helemaal van niets. Wij weten niets. Ach, heren, we beginnen eerst met een lichte behandeling. Ja. En daarna zien we wel verder. Ja. Ja hoor, een lichte massage. Een lichte behandeling. Ja, een lichte massage. Goed zo. Nou, dan maken we ons klaar. Ja, maakt u zich maar gereed en halen wij nog even een paar handdoeken en nog wat andere materialen die we nodig hebben. Ook nog andere materialen. Ja? Prima. Ja hoor. Wij komen zo bij u terug. Ja, is goed. Ja hoor. Hé, hoor ik dat nog goed? Een lichte massage? Ja jong, ja jong. Oh, hartstikke goed. Ik had nooit gedacht maar dat Petra hoe hier is een massage zoals een. Nee, joh, nee, dat had ik ook niet gedacht. De kleren moet. Ja. En die tafel op, kom op, raaf. Rustig aan man, ik ga niet zo snel. Ga je ook maar. Los, wat stram in de kloek. Ja, maar dan wordt het nog weer op de hand zitten. Zo. Wat ik net eens over stoel hangt, maar dan is Sonja straks weer grammietig. Hé, zo. Nou. Oh, dat is al een boei. Zo. Dat is vreemd niet, hè? Daar liggen we een feest, kan nog een vergelijking van niet meer. Ja! Zo, heren! Dat heeft u snel gedaan! Ja, vlot je over, hè? Ja! Nou, loop dan direct maar begonnen. Ja, begon maar bij dat klaver. Wat is dat? Ga daar heel goed liggen met uw kin. Oh. Liggen we zacht. Heren, zullen we nog even een kamerscherm tussen de tafels plaatsen, zodat de enige privacy heeft? Oh. Is daar nog behoefte aan? Nee hoor. Laat maar mooi nog laten. Kijk, maar dan kunnen we even een proberen. Ja. Oh, ja. Ja. En we hebben elkaar zien op de box. Ja, dus ook niks meer aan de hand. Okay. Ja. Zo. Goed. Zo. Het ligt nog niet erg makkelijk, dat zegt. Zo, jongen, zo. Dit voelt een beetje fris. Ja. Dit is een massagecrème. Ja. Yep.
komt, ja? Wat de fris! Ik kreeg de kippen van wel, Harry. Jongen, hè? Oké. En dan beginnen we bovenaan bij uw nek te masseren en werken dan met langzame bewegingen naar uw achterwerk toe. Oh, doe maar je graag, ik heb geen bezwaar. Ja, ik vind het wel lekker. Lekker? En er mag er nog op? Heerlijk. Ja hoor, meneer. Ja, maar we gaan lekker. Hé, vrienden, mag ik nog voor hebben. Ik doe wat druk op. Ik ben toch wel blij dat we daar hier nog binnen. Ja, ik vind het wel lekker hoor. Ja, ik ook. Mooi werk. Zo, heren. Nou, hè. Om de behandeling goed te kunnen uitvoeren, gaan wij zo meteen bovenop u zitten. Maar ik moet hier nog wel in mijn dag horen, want dat duurt mij nog niks hoor. Nee, mij ook niet, hè. En zeg als ik erin, dan kun je de vuurkamer ook nog binnen. Ja, nee, allemaal goed en wel. Blijft u liggen op de buik. Vandaag is de behandelzone de rug, meneer. Wat jammer dat de vuurkamer het niet doet, ja. Ja, dat vind ik ook. Ja. Misschien bij een volgende behandeling. Ja. Daar ligt mijn strakplan van de behandeling. Ja. Ja. Maar heren, wij gaan zo meteen bovenop u zitten. Maar eerst brengen we nog even een pasta aan, alvorens we dat gaan doen. Ja, en die gaan we natuurlijk ook weer verwijderen. Ik vind het geweldig, heren, hoor. Ja. Moet ze door met een glim van de iemand. Blijft u maar liggen, meneer. Ja, ja, allemaal rustig. Heerlijk, hè? Heerlijk? Ja, even. Zo, dit worden vaste klanten, denk je niet? Ik denk het. Ik vind het geweldig, even. Ze genieten het volgende keer. Ja, ja, in de volgende keer, en dan durf ik ook wel alleen met z'n juffrouw. Ja, dat hebben we. Ja, we gaan gewoon de andere keer weer. Oké. Ja. Zo. Dan zijn we nu zover dat we bovenop hem gaan zitten. Ja, doe maar. Ja. Door, hè? Gooi je gang maar. Ja, ingang maar. Ja hoor. Hé. Oké. Hé. Zo. Ja. Ja. Heren, dit kan zometeen een beetje branderig aanvoelen. Maar dat trekt vrij snel weer weg hoor. Ho is hem ho, stap, ho is hem ho. Oh, giet het branden? En giet het zeer doen? Oh, nee, het is niet pijnlijk. Ja. Het voelt een beetje branderig. Ja, dat is anders gezegd, het prikkelt een beetje. Ja. Hij valt mee. Heren, vrouwen ondergaan deze behandeling op verschillende plaatsen op hun lichaam. En dat al jaren hoor. Even, als vrouwen je kunt verdragen, dan kunnen wij het ook. Ja, even flink met A zegt en dan moet ik maar B zeggen. Zo is dat. En tot nu toe was het beste doen. Van voor mij. Met. Nou, verrekte maar, kom maar op. Zullen we dan maar? Gaan we aftellen? Dan gaan wij aftellen. 1, 2, 3. We gaan de deur. We gaan de roes. Ja, trek. Goedendag.